Hoi allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vorige week is Char de autorijbewijs gehaald en dat dachten wij is wel een leuke reden om carmutbank op te nemen. En we gaan lekker naar de McDonald's rijden en lekker zonnetje hier. Ja, het is echt. Char moet even concentreren op de weg. Even concentreren. Dus wij zien jullie zo weer. Ja, ik neem geen Big Mac, want er zit heel de auto onder. Zo jongen, jij bleef maar gaan. Die vrouw dacht dat je voor een nieuw gezin aan het bestellen was. Ik heb echt dorst. Ik heb dorst. Bestel ze 4 hamburgers, maar ik heb dorst. Hoi. Hoi. Je hebt alvast je drankjes. Ja. Zou je daar of zo, die bus gaat zo ook weg, maar zou je daar zo kunnen staan en komen het eten mee te brengen? Ja, tuurlijk. Dankjewel. Ja. Oké, okay. Wat we alvast hebben is een kleine ijsthee, een medium milkshake. En een Oreo McFlurry. Oké, okay, we hebben alles binnen. Even kijken. Hier die crispy shrimps van jou. Patat, McNuggets. Kijk wat zit hierin. Oh, hier zitten de burgers in. Zal ik die even voor het laatst bewaren? Even kijken. Jij had 2 sausjes? Ik zou nog nooit McDonald's in deze auto gegeten. Jij 2 sausjes. 2 sausjes? Hier is het sausjespak. Kijk, ik vind het zo vervelend. Ik heb mijn huis. Oh! Oké, wil je je patatjes ook? Patatjes? Mijn patatjes? Maar ik heb een groot bakje. Ik laat die wel even daar zitten. Zet daar op. Zoetzure saus. Alsjeblieft mevrouw. Oeh, ik heb zo lang al geen kipnuggets gegeten. Is lekker. Ja. Oké. Okay. Nog aan. Dit is zo lekker. Oh, ik eet mijn mond vol, sorry. We gaan de Christmas tag opnemen, omdat Char en ik houden allebei heel erg van kerst. Oh ja. Ik vind het toch juist dat je met je mond, dat je gewoon smakt en zo. Oké. Okay. Wat is je favoriete kerstfilm? Dat weet je wel. Die heb je nog nooit gekeken. Maar Home Alone. Die is kapot leuk. Ik heb Home Alone nog nooit gezien. Ik weet even niet meer hoe die heet, maar het is een Nederlandse film. Net zo'n film als Pak van mijn hart en zo, weet je. Het is niet Hartenstraat. Ik weet even niet meer hoe die heet. Hartenstraat is ook niet een kerstfilm. Weet niet. Ik heb echt heel erg amoreel in mijn gezicht. Oh, kan er geen papiertje? Kijk, weg. Oké, wat is je favoriete kerstkleur? Rood. Rood, denk ik. Rood vind ik sowieso een chille kleur. Maar groen vind ik niet mooi. De kerstsokken van de McDonald's waren rood, veel mooier dan groen. Ja, ik vond die groen ook niet leuk. Die ziet er echt niet uit. Ik ook niet. Vind je het leuker om in je pyjama te blijven of om je te om te kleden met kerst? Om te kleden? Nou, soms. Met kerst? Ja. Ligt aan met wie ik ben. Mm-hmm. Als ik met heel mijn familie en zo ga, dan gewoon mooi. Ja, maar als je bijvoorbeeld gaat ontbijten, vind ik het heerlijk om lekker in mijn pyjama te zitten. Het heel laat. Dan ga ik me ook echt niet aankleden. Ja, ik helemaal aan, maar niet. Als je 1 persoon kon krijgen als cadeau, wie zou je dan willen? Ja. Als ik 1 persoon kon krijgen? Ja, voor de kerst als cadeautje. Mag het ook een dier zijn? Een dier? Dan zou ik echt Jake terug willen. Haha. Of anders mijn neefje uit Canada. Hij is zo lief. Hij is zo schattig. Echt een donsje op zijn fleurs.
Wie zou ik willen? Oh, dat grappige dikke kind van die... ken je die, dat filmpje dat een jongetje zegt? Moeder zei dat ik water overhaal, maar dat was niet. Ken je die niet? Oh my god, dat is echt een fucking grappig filmpje. Die moet je echt een keer zien. Dan zegt dat jongetje ook, hoe heet dat? Vraagt die man aan, zit hij aan de leugendetector? Hoe heet dat? Wie kan er... Hij vraagt iets of zo en zegt hij... Ja, mama. Mama zei dat ik naar de dokter moest. Want die zei dat ik een water hoefde aan, maar dat was niet. Nee, ik ken dat niet. Oh, dat is zo lekker. Ik vraag me echt af hoe vaak jullie per week naar de McDonald's gaan. Ja. Wat is jullie favoriete McDonald's maaltijd? Ding. Ik heb dus nog nooit bij de McDonald's ontbeten. Ik ook niet. Oh nee. Maar je hebt toch zo'n McDonald's ontbijt? Ik heb dat dus nog nooit gegeten. Ik vind dat wel een keer doen, maar dat lijkt me echt goor. Maar ik ontbijt nooit. Ik ontbijt pas om 12 uur. Ik krijg daarvoor gewoon niks door mijn strot. Weet je waar ik nu achter kom? Ik heb helemaal geen drinken besteld, alleen een McFlurry. Ja, dat vind ik ook. Nog één kipnugget. Zijn mijn kipnuggets op? Had je er 9? Ik heb ze niet geteld, maar volgens mij wel. Jezus, kun je dat snel eten? Maar jij eet je patatjes tussendoor. Ja, oké. Wat eet je tijdens een kerstontbijt? Verse croissantjes. Je gaat me wel op met die croissantjes met knakworstjes maken, trouwens, volgende week. Maar zullen we dat dan op vast dinsdagavond doen? Woensdagochtend om 8:30. Heb ik daar niet heel veel zin in. Je moet even kuren. Je moeder bestuurt deze auto vanaf thuis, denk ik. Oké. Ik vond deze tag niet leuk. Even een ander. Trouwens. Heb je die vlog van jullie die Julia Things Love gekeken? Ze had maden in haar eten. Ja, godverdomme. Ik hoorde net op de radio dat je bij de Hoogvliet. Hebben ze maden. Dus alles met qua vis en dingen moet ze allemaal terugsturen. Godverdomme. Ben ik even blij dat ik bij de Hoogvliet kom? Wendy werkt bij de Hoogvliet. Jongen, ga je toch over je... Stel dat je nou echt niet zit op te letten met eten. Zij had dat. Ja, dat zusje van die Tycho, toch? Ja, en die Tycho en die vader, die hadden het zelf gewoon opgegeten. Want zij gingen later eten of zo. Ik dacht, oh my god. Zo ranzig. Hij is gewoon met het bord en dan naar de Hoogvliet gegaan. Ik denk dat hij zo meteen gaat uitvallen omdat we al te lang aan het filmen zijn. Hoe kan dat? Kijk, zie je dat oranje dingetje? Ik weet niet, ik denk dat er te veel op staat. Dan moet ik even een keertje uitzoeken hoe dat kan. Heb je nog een nieuwe tag? Ik krijg altijd heel veel vragen over onze opleiding. Heel veel. Echt? Ja, maar je hebt gewoon, zeg maar, praktijk. Dan heb je nog standaardvakken zoals Nederlands, Engels, ondernemen, rekenen. A of B, dat is zeg maar een soort biologie. En dat is het wel. En je moet stage lopen. Ik zit vol. Jongen, jij hebt nog zoveel aan die tas zitten. Ja, en ik heb dit nog over. Oké, we gaan verder met de tweede lading. Wat wil je? Hamburger? Twee, hè? Ik ga ook mijn hamburger doen, want die koelt het snelst af, denk ik. Ja, het zou koud zijn. Eeuw! Die saus zit overal. Jij hebt toch ook zo'n augurk? Ik vind het zo vies aan geur. Ik vind het echt ranzig gewoon. Maar ik vergeet er altijd de vraag of ze het eraf willen halen. Ik hoop ook echt niet. Als ik het is echt heel droog. Als ik ooit misschien zwanger mag worden. Dat ik dan zo'n augurkenvetje krijg. Wat heb je een beetje trui? Ik heb geen idee. Weet je wat ik zo altijd heel raar vind? Nou, ik vind nu 2018 heel normaal. Maar toen we net... van 2017 naar 2018 ging, vond ik het heel raar om 2018 te zijn. Nee. Maar nu vind ik het weer raar om in 2017 daarover na te denken. Toen ik zat echt wie Robbins aan het kijken en toen zei ze zo, je kan de winnaar worden van Action Robbins in 2018. Dacht ik, vorig jaar zei ze dat ook, maar dan 2017. Maar dat klinkt zo raar nu. En ik heb ook, zeg maar, straks wordt het dan 2019 en ik moet heel erg daaraan wennen ofzo om dat uit te spreken. Straks is 2020. Weet je hoe raar dat klinkt voor je gevoel? Dan worden wij 20. Ja, dat is niet normaal. Waar zou jij liever aan mee willen? Wie is de mol of Expeditie Robinson? Expeditie? Ik kijk de mol niet eens. Nee? Ik wil best wel graag mee aan een expeditie. Nou, weet je ik weet niet dat ik zonder eten kan. Maar...
als je dus best wel dikker bent, dan is het dus echt wel handig als je daar zit. Sommige mensen vielen gewoon 13 kilo af. 13 kilo Fleur. Ja, maar die verloren ook 1300 haar op hun hoofd, hè? Ja, sommige mensen krijgen echt een cultuurshock als ze weer terug zijn, hè? Dat is niet normaal. En Dance of Exhibition. Dat is een moeilijke. Dance. Ja? Ja. Geen expeditie. Ja, oh. Of Dance of Boxing Stars, want dat is niet. Nee, geen Boxing Stars, jongen. Nee, echt niet. Ik zou wel meedoen aan Dance. Geen Boxing Stars, lijkt me ook wel vet hoor, maar dan kan je echt. Die Jessie Jess of zo had gewonnen. Ja, maar met Dance lijkt me gewoon ziek dat je al die videoclips mag nadansen. Mm-hmm. Volgende burgertje. Wat vind jij nou het allerlekkerste van de McDonald's? Ik denk gewoon deze hamburger. Ik vind het zo lekker. Ja, maar hij is wel heel droog. Jij houdt echt van frietjes. Dat is ook droog. Als er geen zout op zit. Ik hou ook van zout. Iets zonder zout eet ik niet. Poffertjes zijn er zo. Hm? Zit zijn poffertjes zout? Nee, maar suiker. Ik heb echt een lichtelijke zoutverslaving. Lichtelijk? Ik denk zwaar. Er staat een potje zout in mijn kamer waar ik alleen van Mew een hapje uit mag nemen als hij er is. Omdat hij anders vindt dat ik te veel zout eet. Dat is niet goed hoor. Ik vind het zo leuk om mensen te kijken hier langs lopen. Mm-hmm. Je hebt echt zo graag mensen. Ja. Deze man zijn haar begint pas hier. Maar weet je wat kut is? Of weet je wat vervelend is? We kunnen nu ook de muziek niet aanzetten, want dan die video mag dan ook worden gehaald. Sommige doen dat, je mag toch 15 seconden of zo mag je dat doen. Ja. En daarna moet het weg zijn. Mm-hmm. Maar hoezo kan bijvoorbeeld een Enzo Knol of een weet ik veel wie, kan dat dan wel doen in de auto? Je hebt zeker zo'n privilege of zo dan. Ik weet het niet. Maar ik kan er wel gewoon een muziekje onder zetten die wel mag. Ja, mijn moeder, ik zat een vlog te kijken van hem mee. En die ging van die sfeerbeeld laten zien met zo'n muziek onder. Zeg, moeder, wat is dat voor gek vals geluid? Dan oké. Zou jij het leuk van naar Marrakesh te gaan? Ja. Weet je hoe mooi die hotels daar zo zijn? Maar ze zegt wel dat het daar best wel gevaarlijk is voor twee jonge meisjes. Dat snap ik. Wij wat leuks om te vertellen. Canarische eilanden. Ja, nee. Oh. Fuerteventura. Oh ja. Fleur en ik gaan deze zomervakantie samen op vakantie naar Fuerteventura. Want ik ben er 2016, bijna 3 jaar geleden geweest met mijn ouders en het was er echt heel erg leuk. En we weten dan gewoon dat het daar gewoon chill is. Mm-hmm. Als het nog hetzelfde is als 3 jaar geleden. En we gaan daar dan ook de collectie schieten. Van Floortje. De collecties. Oh, nu zit ik wel een beetje vol en ik heb nog patat. Heb je je frieten niet eerst gegeten? Nee. Oh, ja. Echt dom. Mm-hmm. Jij hebt altijd in. Je zit niet vol en ineens zit jij vol. Maar je vol. Dat is zo raar. Dat heb ik ook met drank. Ik kan heel veel drinken en opeens ben ik dronken. Ik heb dat echt, hè. Ik kan 4, 5 glazen drinken en ik voel niks. En dan binnen 3 seconden, bam, alsof al die 3 glazen van hoofd in één keer ik naar binnen schiet. Maar ik heb ook, als ik op de wc zit, dan voel ik me opeens extra dronken of zo. Ik weet niet waarom. Heb jij dat echt? Ja. Nou, ik ga wel altijd dan in mezelf praten. Dus oh, die foto is zo lief. Die is leuk, hè? Oh, toch oprecht dat het Lars en Monica. In het Pulitzer Hotel in Amsterdam. Maar zij maken echt vet leuke foto's. Maar dit zijn meer fashion foto's dan echt sieraden foto's hoor, die ze eigenlijk maken. Mm-hmm. Kijk dan. Dat is ook pot leuk. Ja. Oké, ik ga mijn laatste beginnen aan mijn patat. Ik wil niet meer eten. Moet niet meer te eten. Ik wil in de boven of de onderkant. Tang, 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 tang. Wat is er zo nog meer in die zak? Niks toch? Nee. Oh, ze zijn koud. Ja, dat heb ik al na een half uur. Bekje. Maar dit vind ik het lekkerst van die slappe patatjes. Vind je dat vies? Mhm. Ik hou echt van crunchy. Ik vind dat zo lekker. Zo, weet, nu heb ik echt zin in een frikandel. Jezus. Trouwens, ik weet waarschijnlijk wat ik na deze opleiding wil gaan doen. Geen huidtherapie.
geen schone specialist meer. Maar de Pabo. Lijkt me echt leuk om met groep 6 of groep 8 lijkt me echt top. Mm-hmm. Groep 8, weet je hoe leuk dat is om met die kinderen musical te doen? En jij wil graag in groep 8, ik wil graag in groep 7. Nou, groep 7 wil ik niet, zo'n even getal. Kan ik niet handelen. Oh, heb je ons verhaal een keer verteld over je moeder? Nee. Je weet er ook van alle reacties. Mijn moeder kan ook niet zo goed tegen oneven getallen. En ook niet zo goed tegen kleurverschil. Want wij hebben ook... In de kastjes hebben wij mokken, wit en zwart. En staan ze wit, zwart, wit, zwart, wit, zwart. Vorige week had ik mijn examen. En die avond, zeg maar, daarvoor was ik zo zenuwachtig. Toen ging ik een video kijken van een meisje die was geslaagd. En ja, jij bent heel bijgelopen. Ja, en ik had hem op maandag om 2:00. En dat meisje, die was toen geslaagd op maandag en om 2:00. En daarna durfde ik geen ander filmpje meer te kijken, omdat ik bang was als ik een ander filmpje ging kijken. Waarbij voor iemand zakte op maandag, dat ik dan ook zou zakken. Ik ben uiteindelijk wel geslaagd. Ja. En het ging echt zo goed. Nog een minuut. Top. Ik zit ook echt bijna wel vol. Ik kan niet meer. Maar weet je waar ik nu echt zin heb? Nou. In een koud glas water. Maar echt ijskoud water. Ijskoud. Kijk dan hoe lekker dit is. Die patatje kun je er gewoon zo helemaal in wippen zo. Wat is jouw voetenfetish? Of voetenfetish? Voetenfetish. Wat is jouw fetish? Weet ik niet. Wat vind jij een heel naar woord? Naar? Ik vind naar een heel naar woord. Want ik weet nog wel, ik zat bij Casper in de klas. En die bij elke zin kwam het woordje naar wel voor. Ik vind dat echt een heel naar woord. Wat vind jij? En? Bedinkje. 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 Wat vind jij een naar woord? Wow, deze is kapot lang. Wat vind ik een naar woord? Ik heb er geen idee. Wat is jouw guilty pleasure? Ik had er dus... Weet je wat het nare is? Ik weet dat dus. Maar en dan denk ik, oké, ik moet het gaan onthouden. Maar dan onthoud ik het niet. En dan is het weer weg. Want Temptation is zo... Maar dat is bij de helft van Nederland is dan een guilty pleasure. Want zoveel mensen haten op dat programma. Maar dat is gewoon een topprogramma. Dit is Ex on the Beach ook heerlijk programma. Ja, zonder groet weer, hè? Ja. Top. Ik vind het echt jammer dat ik weet wie je bent is afgelopen. Ik hoop echt dat er een seizoen 2 komt. En Flikken Maastricht is weer begonnen, hè? Ja. Seizoen 10. Of volgens mij wel. Verder nog. 19%, jongens. Net als die gewoon 30. Dat gaat heel snel. Nee. Weet je wat ik heel jammer vind? Dat, vroeger stond Flikken Maastricht op Netflix. Echt? En dat staat er nu niet meer op. Nee, nu staat het op NPO. Toen was ik bezig met al die... Ja, maar het staat niet op... alleen op NPO Supreme of zo. Ja, al die oude afleveringen, ja. Ja, dat kan je dus niet meer terugkijken. Ook niet op Videoland. Zelfs nieuw. Alleen Flikker Rotterdam. Oh. Ja, daar doen we niet aan. Mijn patatje echt zacht. Ik weet wat jouw fetish is. Fleur? Nee! Ja. Die likt het altijd uit. Dan gaat ze met haar vinger in de saus en dan gaat dat hele potje opeten. Dan weet ik die jou ook. Wat dan? Wat je altijd doet met haar hamburgers. Nu heeft ze het volgens mij niet gedaan, hè? Nee. Als je gewoon zo'n doodnormale, simpele hamburger hebt, eet je haar eerst de bovenkant of eerst de onderkant? Eerst de bovenkant. Eerst eet ze het bovenste broodje op. Dan eet eerst de hamburger. Oh, eerst eet ze de hamburger op. Dan eet ze het bovenste broodje op en dan het onderste broodje. Zij eet nooit die hamburger in één keer. Zij eet hem in 3 delen. Ik vind het gewoon lekker. Dat is ook raar. Ja. Ik ben echt benieuwd. Doen mensen nog meer ik dit? Kan echt niet meer aan. Zeg maar, als ik dit nu over zou hebben, zou ik dit gewoon met mijn vingers uitlepelen. Of ik heb er bijvoorbeeld hier nog eentje over. Ja, ik denk ook. Die zou ik ook zo meteen openmaken om zo meteen met mijn vinger uit te lepelen. Als mijn moeder dit ziet, vermoord ze me. Ja, oprecht. Ik mag nooit met mijn vinger in de saus, namelijk. Ik ken ook niemand die dat überhaupt doet, hoor. De hamburger ligt nog hier, hè? Ja, maar ik kan niet meer. Ik ga echt kotsen anders. Ah, oh, je moet nog rijden, hè? Ja. Ik ben zo blij dat ik mijn rijbewijs heb gehaald. Ik ben ook blij dat jij hem hebt gehaald. Ja. Ik kan het niet echt meer. Oké, ik ben ook wel een beetje... Heb jij nog ijsthee?
Ja, we moeten nog een kerstlokje. Nou, een beetje op. Echt goed, een of zo. Oké, ik ben ook wel klaar, denk ik. Ik wil het niet. Maar ik heb nog een beetje patatje over, maar... Als jullie nog wat willen weten, reageer. Ja, we gaan volgende week ergens een Vlot Q&A opnemen. Dus heb je nog leuke vraagjes voor Vlot? Laat zeker achter in de reacties of waar dan ook. Stuur een DM, stel je vraag, doe wat leuks. Maar voor nu zitten we aardig vol, denk ik. Ik kan niet meer. Ik ga wel even deze tas weggooien, hoor. Anders gaat het hier helemaal stinken. En ik ga denk ik even een flesje water halen binnen. Ik heb zoveel dorst. Wij willen jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En ik hoop dat jullie heel erg veel trek hebben gekregen naar deze video. Doei! Doei!